in mijn werk aan de universiteit is het ego een belangrijk thema voor mij in mijn onderzoek. En dat is eigenlijk altijd geweest sinds ik onderzoek deed over slijmen. En ontdekte dat het hartstikke effectief is. En dacht, wow, dat ego, dat is echt een belangrijk ding. En dat is dus een thema geweest in mijn werk, in mijn onderzoek, in mijn onderwijs. En voor de rest heb ik ook een tijd gewerkt als coach en trainer. En dan heb je ook te maken met mensen die last kunnen hebben van hun ego's, die aan persoonlijke groei en zelfontwikkeling willen doen. Dat is een ander aspect wat ook een centrale rol speelt in dit boek. Plus natuurlijk, net als altijd bij alles wat ik schrijf, de persoonlijke anekdotes, wat ik om me heen zie, wat ik zelf meemaak. En mensen die mij wat beter kennen, die weten dat ik ook daarnaast idealist, activist ben en me druk kan maken om de ego's van mensen en de ego's van de samenleving en van politici en het ego van de mens als soort die zich verheft boven de natuur en andere dieren. Dat allemaal komt terug in dit boek. Dus al die lijnen komen bij elkaar en daarom hoop ik dat jullie het allemaal gaan lezen.